Onze kijk op gebouwen is ingrijpend veranderd. Duizenden staan er leeg. Ze voldoen niet meer aan hun functie. We werken thuis en winkelen doen we online. Je kunt slopen en iets nieuws bouwen. Maar een pand een tweede leven geven is misschien wel de duurzaamste weg. Transformeren noemen we dat. Zo gaan we naar school in een bankgebouw. Winkelen we in een kerk? Of is een oude fabriek ons nieuwe thuis? Wat hebben mensen nu nodig? En in de toekomst? Hoe kunnen we dat creëren in iets dat al bestaat? Het mooie van transformatie is de zoektocht naar de huidige kwaliteit van het gebouw. Waar het gebruik verandert en het moet voldoen aan de eisen en de kwaliteit van nu. En dat is niet altijd makkelijk. Ondanks alle voorbereidingen kom je elke dag weer voor verrassingen te staan. Dat maakt ons vak juist zo mooi. Je moet de liefde van zo'n gebouw hebben. Juist die verrassingen moeten jou energie geven om het op te lossen. En dat dan lukt, ja, dat is geweldig. Altijd scherp gericht op kansen. Zo winnen we tijd, besparen we kosten en zorgen we ervoor dat onze gebouwen de wereld zo min mogelijk belasten. Doel is dan ook om zoveel mogelijk elementen en materialen te hergebruiken. Als dit niet gaat, is het onze absolute ondergrens de grondstoffen te recyclen door gebruik te maken van de nieuwste technieken. Transformeren vraagt om een andere manier van denken. Het begint met mensen, daarna komen de stenen. 10 jaar geleden wilden de zusters hun oude moederhuis bestemmen voor de zorg. En moet je nou kijken, een prachtig gebouw waarin juist de zorg voor ouderen geboden kan worden. De zusters zijn echt dankbaar voor wat hier is neergezet. Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven.